Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mocht jullie nog niet geabonneerd zijn, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Please abonneer op mijn kanaal, we hebben bijna 10k. Dus ik ben kei blij. Dus, maar ik denk niet dat het al 10k is, ik denk nog 100 of zo. Dus 100 meer van jullie en dan ook 10k. Ik ga vertrekken met mijn ouders naar Maastricht. Daarom zie ik er zo opgedost uit. Oh, ik heb thans heel heet. Het is zo mottig weer vandaag. Het regent heel de dag. Maar toch is het echt heet. En ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ik ga dat wel hier in de garage doen. Tussen al mijn rommel. Oké, excuse the mess. Daar. Het is de garage. Mijn topje is van Shein. Mijn broek is Celine en Talisa en Naked. Ziet er zo uit. Is echt zo cute. Ziet het echt zo tof. En mijn hakkenschoentjes, die zijn zo klein. Die zijn van Pull & Bear, denk ik. Dat is mijn outfit. Alle juweeltjes die je ziet zijn van High Hearted. Dus dat is mijn outfit. En jullie gaan waarschijnlijk ook vragen welke lippenstift ik op heb. Ik heb... Er is papa in het raam. Je ziet hem niet. Papa is jarig vandaag trouwens. Daarom gaan we naar Maastricht. Nog niet eens vermeld. Maar mijn papa is verjaard vandaag. Morgen verjaart mijn zus. Mijn zus is op kamp. Dus trouwens, hoe oud wordt mijn papa vandaag? Dat is 2019. 56 denk ik. Ja. En mijn zus is op kamp, dus mijn zus gaat niet mee naar Maastricht. En morgen verjaart mijn zus, maar die is nog altijd op nakamp van de scouts. Dus die komt pas zondag terug. Maar mijn lipstift. Ik heb een lip liner op in de kleur Boldly Bare van MAC. Ik heb nog zo'n oude van een gift set toen. Nu zien die er zwart uit, maar het is dezelfde kleur. En daarover een lipstick, ook van MAC in Velvet Teddy. Dus dat heb ik op. Op mijn ogen heb ik roest en lichtbruin van Naked paletje, de Heat, maar het kleine compacte paletje. Oké, ik wacht nog op mama en dan gaan we vertrekken. Ik heb niks meer gefilmd, denk ik, na vrijdag. Ik heb zelfs het eten of zo niet gefilmd. Vergeten. Maar ik heb net een kei tof pakketje aangekregen van Maybelline. Met een Temptation Man. En de nieuwe Temptation mascara's. Dus dat is waterproof. Die gebruik ik best al wel lang. Ik heb mijn van in Amerika. En dat is wel echt mijn favoriet. Dan is er de gewone. Die heb ik nog nooit gebruikt. En dan is er de... Gewone, allee, met gewoon bedoel ik niet waterproof, met bruine, een bruine kleur. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En dan zaten er ook snoepjes in. Dus, en de boodschap was, can you resist the temptation? Dat is wel heel grappig. Echt zo'n temptation boy. Met apps, hè. Ik wou die wegdoen. Maar mama zegt, hou die maar voor later. Omdat er in deze vlog niet heel veel is gefilmd, ga ik een giveaway doen. Dat is ook trouwens zeer lang geleden dat ik nog een giveaway heb gedaan. Dus nog eens een giveaway. We zitten ook bijna aan 10.000. Woehoe! Nog een paar, ik weet niet juist hoeveel. Maar dus abonneer zeker, zodat we de 10.000 halen. En daar zou ik echt heel blij mee zijn. En dan gaan we ook nog een leuke giveaway doen. Maar nu voor de giveaway vandaag hebben we dit notitieboekje. Met een pen in dezelfde kleur. Dan heb ik het Feeling Dandy Benefit boxje. En hierin zit de Posy Tint High Beam, een blush van Dandelion en een lipgloss van Dandelion.
Dan hebben we een maskertje van de Body Shop. Deze is een British Rose, een fresh plumping mask. Zo een hele pot. Dan hebben we nog een body butter van de Tuinen Wellness in de geur Tsubaki en Cherry Blossom. Geen idee wat Tsubaki is, maar het ruikt alleszins wel goed. Die ziet er zo uit. En dat is echt zo'n dikke body butter. En last but not least hebben we nog een oogschaduw van Benefit. Dat is zo'n oogschaduw duo. En de buitenkant ziet er zo uit. Dat is van de Dare Real Collection. En de kleur is Easy Smoking. Ik zal eens laten zien hoe het er van binnen uitziet. Het komt met zo'n borsteltje. Ja, ik ga er even uitlaten. En dit zijn de kleuren. Dus kei mooi voor een bruine smoky eye. Oké, wat moeten jullie doen om deze giveaway te winnen? Ten eerste geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Als jullie mij volgen op mijn persoonlijke Instagram pagina @thalisalo, dan maken jullie nog extra kans. En laat een leuke comment na waarom dat jullie deze giveaway willen winnen. En doe zeker thumbs up voor deze video. Maar ik hoop dat jullie dat standaard wel altijd doen. Dus dat zijn de dingen die jullie moeten doen. Ik zet het ook nog eens hieronder in de beschrijving. Dan kunnen jullie het nog eens extra nalezen. En dan veel succes. De giveaway ga ik een week laten lopen. En dan ga ik de winnaar bekendmaken via mijn Instagram pagina. Dus heel veel succes iedereen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, maar veel vlog was er niet, dus giveaway. Dus zeker thumbs up en ik zie jullie volgende keer.